Welkom beste kijkers vanuit Amsterdam. Voor deze wedstrijd hier in de Johan Cruijff Arena. Jeroen Gunter hier naast me en ikzelf, Sjoerd de Vos, wij zullen de actie voor u verslaan. En we gaan kijken naar een wedstrijd in de groepsfase van de UEFA Champions League. Het is Ajax met een duel tegen Lille. Vandaag beginnen ze aan de lange weg. Die, dat hopen ze althans, naar de Champions League zal leiden. Maar daarvoor zullen ze eerst deze groepsfase moeten overleven. We weer zijn begonnen aan een nieuw seizoen van misschien wel het mooiste, nou zeker toch het mooiste clubvoetbaltoernooi ter wereld, de Champions League. Ja, dit is het podium waar je jezelf als club wilt presenteren. Hier neem je het op tegen de beste clubs van Europa. Je staat vol in de schijnwerpers. Nog steeds aan de bal. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Hij doet het! Hij maakt hem! Het is nu al 1-0. Wat een geweldige start van de wedstrijd is dit voor hem. De goal werd ingeluid door een geweldige actie van deze speler. Hup, je man voorbij en hoppa, bal langs de keeper. Hoho, weergeloze actie. En genadeloos afgerond trouwens. Hoe ze op voorsprong kwamen. Ja, de coach is vanzelfsprekend in haar nopjes. Ajax viert nog steeds de voorsprong. Terwijl we weer gaan aftrappen. Huntelaar komt naar voren. En de doelman pakt die bal op. Al vroeg druk gezet. Hakim Ziyech. Steven Berghuis. Dat moet de goal zijn voor Berghuis. De Amsterdammers maken hem. Ze maken er al snel weer één. Een andere hoek voor de herhaling. Ze geven de bal weg. En start die brommer maar. Raakt de bal kwijt na die tackle. Donny van de Beek. Huntelaar. Nu snel eruit komen. Klaas-Jan Huntelaar. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Daar is dan toch het gevaar. En met een sierlijk boogje in het doel. Een fraaie lop hoor. En hij paste precies. Wat een doelpunt. Ja, geweldig. En dan zie je zo'n keeper staan. Aan de grond genageld. Wat een techniek. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd.
Hij maakt de actie en verovert de bal. Komt steeds meer naar voren. Ja, kans! Hij weet te voorkomen dat hij pas zijn eindstation bereikt. Een geweldige ingreep van die verdediger. Gevaar voorbij. Sterk verdedigd op de eigen helft met die tackle. Daar gaat het balbezit. Berghuis is fraai zijn verdediger voorbij. Slordig met het balbezit. Hij wordt hier opgejaagd en met de bal aan de voet de uitbraak. Berghuis wordt hier buitenspel gegeven. Ajax nu aan de bal. Ajax is de koning van het balbezit hier. En dat zijn we eigenlijk van de Amsterdammers gewend. En zoals ze hier heersen op het middenveld, zou het me niet verbazen als ze een overtuigende zege boeken. En nu snel schakelen voor de counter. Hij leek er langs. Hij was er langs. Hij moest alleen nog de doelman passeren. Ja, maar hij niet doelman. Die had natuurlijk helemaal geen zin om hier aan mee te werken. Die pakt gewoon die bal. Hij gaat richting het doel van de tegenstander. Daar staat niemand om er iets mee te doen. Eenvoudige ingreep. Die voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. Ik denk dat hij hem al telde, maar de vlag ging al hoog. Buitenspel gegeven. Zo, dat scheelde niet veel. Ze net buitenspel, anders was het een kansrijke situatie geweest. Weet die paas stond de schep. Goed opgelet. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. De doelman komt uit zijn doel en hij pakt hem. Briljant gereageerd. Uitstekend gedaan, keeper. Junior Stanislas. Steven Berghuis. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Redding, maar de bal blijft in het spel. Goed geanticipeerd op die pas. Hij zit ertussen. Donny van de Beek. Dat moet de goal zijn voor Berghuis. En die bal vliegt binnen. Alweer de derde van Steven Berghuis. Een hat-trick. Wat een prestatie. Dat zie je niet elke dag. 3 doelpunten in 1 wedstrijd. Nee, maar het is toch echt een hat-trick. Het is levensgevaarlijk vandaag. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen. En hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Voor de blessuretijd worden 3 minuten uitgetrokken. Berghuis hier met de bal naar voren. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Toch de kans. Boom, op de paal en achter. Er wordt gefloten voor de rust. En het is nu al 4-0. Deze speler, ja. Hier is de aftrap voor de tweede helft. Bij een tussenstand die de krachtsverhouding goed weergeeft. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Blijft goed aan de bal. Die kant erin, Berghuis. Hij zit erin, met het hoofd. Zo, goal! Met het hoofd langs de doelman en in het doel. Om een bal goed te koppen heb je techniek nodig. En op dat terrein komt hij duidelijk niet tekort. Prima gedaan hoor. Deze kans wordt netjes afgerond. Mooie voorzet van een aardige afstand, moet je kijken zeg. Ja, zie je. Deze speler staat erom bekend dat hij een uitstekende voorzet in de benen heeft. En ja, goed afgemaakt ook die bal. We zien nogmaals hoe mooi die bal wordt voorgezet.
En dan gaat hij er ook heel prettig in natuurlijk, hè, met de kopbal. Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel. Ik had gedacht dat ze elkaar een beetje in evenwicht zouden houden. Ja, wij niet alleen zien het. Het publiek is ook verbaasd dat één van de teams de wedstrijd zo in handen neemt. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Hier staat Berghuis toch echt bij het spel. Huntelaar. Met die actie komt hij weer in balbezit. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. En het nieuws over Napoli is nu echt bevestigd. Ze hebben de portemonnee getrokken om een speler te kopen. Fijn dat het nu officieel is, want dit is een speler waar ze nog veel profijt van zullen hebben. Laatste balcontact was van een speler van de tegenpartij, dus hoekschop. Zijn wedstrijd zit erop. En nou, de trainer kan tevreden met hem zijn, denk je niet? Nou, en of zie het. Hij heeft een fantastische wedstrijd gespeeld. Veel acties gemaakt, kortom, een geslaagd optreden van zijn kant. Hakim Ziyech schiet die hoekschop in de 16. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. En dan staat er toch nog een man op de lijn die bal wegwerkt. Nou, ik denk dat de keeper daar wel heel erg blij om is. En die aanval duurt niet lang. Hé, hey, kijk, er staat een speler klaar om in te komen. Ja, dat klopt. De bezoekers gaan het met de nieuwe kracht proberen. Thiago Maia. Benjamin André. Goed geanticipeerd op die paas. Ze zit ertussen. Doucen. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Hij schiet hem er goed in, hoor. Prachtige volley. Ja, maar beter dan zo kan een bal niet worden voorgezet. En dan raakt hij hem uiteindelijk perfect. In één keer op de slof. En soef, raak. Ja, sublieme volley. Technisch perfect uitgevoerd. Nog eens vanuit een andere hoek. Ja, altijd fijn, hè? Als je plannen goed uitpakken, als het klopt. De coach zal opgetogen zijn over het goede spel van haar spelers. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Hij gaat verder. Bal naar de spelers in het centrum. Heerlijke voorzet. En dan werkt hij er weer in met een fraaie volley. Ja, het ziet er altijd prachtig uit. En laten we eerlijk zijn, hij raakt hem ook gewoon goed. Er wordt goed opgebouwd en dan maken ze de kans af. Hier, nog een keer, moet je kijken. Hoe schitterend die bal van de rechterkant werd voorgegeven. Ja, maar dit is het type speler dat een mooie voorzet in huis heeft. En die bal wordt lekker op de pantoffel genomen, zien we hier nogmaals. Ja, zie het, maar vergeet de assist niet, hè. Daar was helemaal niets mis mee. Ik denk dat deze coach dolblij zal zijn met het spel van haar elftal vandaag. Want wat hebben ze tot dusver een puikenpartij afgeleverd. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. We hebben nog 15 minuten te gaan. De scheidsrechter geeft een vrije trap.
Veel ruimte krijgt hij niet. Brian Linssen. Er ligt een counter op de loer. Tony van de Beek. En hij komt eruit met de bal. Boom, koekoe, confetti. Ja, ja, de tegenstander was totaal niet bedacht op die counter. En dat komt ze nu duur te staan. Ah, tot in perfectie uitgevoerd deze counter. Totaal onverdedigbaar. Wat een heerlijke actie was dat. Moet je kijken hoe lang je aan de bal mag blijven. Er is geen verdediger die echt ingrijpt. Ja, en dan komt het moment om af te ronden. En dat pakt hij met twee handen aan. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. 8 minuten voordat de reguliere speeltijd verstreken is. Hij zit er goed tussen bij die pas. De trainer van de bezoekers gaat wisselen. Klopt, zie het. Hij besluit een speler op het veld te gaan vervangen. De scheidsrechter legt hem op de stip. Zo mag die keeper proberen om hun achterstand niet nog meer te laten oplopen. Oh, hij wijst naar de stip. Dat vind ik een goede beslissing, maar hij spaart hem toch een beetje, want hij geeft slechts geel. Hangen, strafschop verzilverd. Een uitgelezen mogelijkheid om te scoren. En die strafschop gaat erin. Deze kans wordt benut. Zoals ook verwacht mag worden bij een strafschop. De tactiek van deze coach pakt perfect uit vandaag. Ja, dat hebben we kunnen zien en dat straalt ze ook uit. Ze is zo blij. De voorsprong is door dit doelpunt nog groter geworden. De zege komt daardoor niet meer in gevaar. De bal wordt ingeleverd. Ajax rukt op naar de goal. En ze hebben de bal weer terug. We krijgen er 4 minuten bij. Thiago Maia. De speler in balbezit onder druk gezet. Niet meer aan de bal na die tackle. Ze leveren de bal in. Kunnen ze profiteren van deze pass? De scheidsrechter vindt het mooi geweest. En fluit voor het einde van de wedstrijd. En dat betekent dat ze hun eerste overwinning alvast op zak hebben. Hier in de groepsfase. Precies, die 3 punten zijn natuurlijk hartstikke welkom. Goed geanticipeerd op die paas. Ze zit ertussen. Tony van de Beek. Have you got time for a few questions?
Thanks, that's all.